Suriname Airways en TUI Fly Nederland hebben vorige week woensdag een overeenkomst getekend. Volgens Robbie Lachmising, directeur van de SLM, hebben hij en de general manager van TUI Nederland, Arjan Kers, gebruik gemaakt van de ICT-technologie en hebben zij thuis gescande overeenkomsten getekend. Lachmising wijst erop dat de SLM met deze samenwerkingsovereenkomst nu een goede en sterke partner heeft gevonden die in Nederland een zeer goede naam heeft. Nederland toerisme eigenlijk toeristisch vervoer heeft in Nederland. Ze voeren vluchten uit naar Zuid-Spanje, naar Curaçao. En ze hadden Suriname al lang op hun lijst. Alleen zochten ze naar een goede partner omdat Suriname toeristisch nog niet zo professioneel is als de Antillen bijvoorbeeld. En toen hebben we ze benaderd een anderhalf jaar geleden. En het resultaat is dat we nu een samenwerkingsovereenkomst hebben waarmee we in april starten we in de vorm van dat TUI 80 stoelen per week bij ons neemt. Dat wil zeggen op twee vluchten 40 stoelen. En in juli gaat TUI met een eigen machine, een TUI, een Dreamliner, de 787. Dus de Dreamliner, ik denk dat er weer een dream van ons in Suriname weer tot werkelijkheid is geworden. En dan gaat de A340 van ons, de ene dag dat TUI niet vliegt, gaat de A340 door TUI geleased worden en vluchten uitvoeren, chartervlucht voor TUI uitvoeren of naar Tenerife, in ieder geval op een van die vakantiebestemmingen of Barbados. En dat brengt Suriname ook weer internationale bekendheid. Lachmising benadrukt dat de samenwerking met TUI een uitdaging is voor de SLM. We gaan nu een andere markt aanboren en met deze overeenkomst zal ook het toeristisch bezoek aan Suriname bevorderd worden. Dit zal ertoe leiden dat het vertrouwen in de SLM groter wordt, zegt hij. TUI zal chartervluchten uitvoeren vanuit Holland naar Barbados, omdat de machine aan TUI verhuurd zal worden door de SLM. Voor hun routes, want ze halen één vlucht uit Paramaribo, halen wij eruit voorlopig in het laagseizoen. Afhankelijk van de vraag op onze route vanuit Nederland, kunnen we het altijd weer inzetten in samenwerking met TUI. En ik neem aan, TUI heeft zijn sporen al verdiend in de luchtvaartsector. Dus u zegt, u gaat nu een beetje ook meeliften. Ja, TUI heeft, laten we zeggen, is een van de grote Nederlandse tour operators en Duitsland. Als ik me niet vergis, heeft TUI ongeveer 18 vliegtuigen. In totaal hoor, want de branche is gevestigd een deel in Nederland en een deel in, dacht ik, België of Duitsland. Maar in totaal heeft de TUI-concern ongeveer 18 tot 19 787's en 777's. En op Suriname gaan ze de 787, die in de volksmond of in de internationale luchtvaartwereld de Dreamliner wordt genoemd. De CEO van de SLM, Robbie Lachmising. Hij vindt het belangrijk dat de SLM samenwerkingsverbanden aangaat met andere spelers in de luchtvaartsector. Zo had hij in het verleden geprobeerd om met maatschappijen in de regio samen te werken, maar al zijn pogingen mislukten. Nu hij terug is bij de SLM, zal hij nog harder trekken aan het zoeken naar een partner in de regio, omdat dit volgens hem je positie versterkt. Aldus SLM-directeur Lachmising, met wie wij spraken over de samenwerking die de SLM is aangegaan met TUI Fly Nederland.